allemaal, je kijkt naar Bart's Nieuw en deze week twee hele toffe gasten naast me, Suzanne Radde en Gijs Blom. Jongens, welkom. Hey, nou, ik wil niet veel zeggen hoor, maar ik heb deze man volgens mij aan de rode loop gehad. En hij wist niet dat ik van Bart's Nieuw was, maar ik was van Wakker Nederland. Kijk even mee. Sorry, ze zei net tegen mij dat ik met Wakker Nederland ging praten. Dat is natuurlijk onzin. Bij Stille's nieuwe film van Carrie Slee. Laten we eerst even voordat iedereen denkt, hè, naar de trailer kijken. Ja, te gek. Laten we het doen. Vader heeft het ook gehad. Is jouw vader nu genezen? Life's a bitch. And then you die. Zwarte is wel weer beter. Ja, dat weet je nooit met die ziekte. Ik zou naar Praag gaan. Maar ik ga niet meer. Anu! Ik moet je spreken! Eerst moet je beloven dat je het doet. Voor jou doe ik alles. Dit is wat ik van je moeder heb. Nou, Suzanne, dit ziet er toch echt... Ik vind het echt fantastisch uitzien. Ja, maar... Ik heb hem al gezien. Ik was echt onder indruk. Ja, ik dus nog niet. Ik moet er dus nog naartoe. Dat zou ik eerlijk bekennen. Maar Suzanne, dit is toch jouw eerste film? Grote film in ieder geval. Of niet? Ja, wel dat ik een grote rol heb. Ja, precies. Want Wat heb je nog meer gedaan? Cowboy. Quiz. Ja, nu Jack bestelt een broertje, een nieuwe speel van Kevin. Ja. Ook nog niet gezien. Maar ja, die ook nog niet uit. Die komt pas in februari uit. Vandaar. Hey, maar ik ben echt benieuwd. Want je hebt kankerlijst gedaan, je hebt jongens gedaan, nu dit. Dat zijn echt allemaal heftige dingen. Je bent 17. Ja. Vind je dat, zeg maar, hoe leef je je in, zeg maar? Van welke levenservaring of met hoe. Snap je? Ja, het zijn hele heftige dingen. Er is ook een scène dat je alles kapot. Ja. Maar weet je, je slaat alles kapot omdat je moeder overleden is. Ja. Hoe doe je dat? Dat is voorbereiding. Ik bereid me nooit echt voor met tekst of zo. Die leer ik altijd pas echt een paar minuten van tevoren. Nee. Het gaat eigenlijk vrij natuurlijk. Ja, nou, je denkt er niet zoveel over na, maar het is gewoon inleven met. Niet zozeer de scène heel goed doorspreken qua tekst en qua handeling, maar meer gewoon de situatie en hoe voel je en daar echt gesprek over hebben. Dan zo leef je. Ja. Hey, maar jullie zijn dus ook, jullie spelen in de film een verliefd setje. Ja. En hoe zit dat dan in het echt? Dat is een vraag die ik echt heel hard had zien uitkomen. Nee, nooit die vraag. Nee. Maar ja, jullie zijn wel heel leuk bij elkaar. Ja, vind ik ook. Nou, we kunnen het ook best wel behoorlijk goed met elkaar vinden, maar dat komt ook omdat we best wel het is eigenlijk best gek dat we elkaar nog nooit hadden ontmoet. Want we hebben dezelfde vrienden. Ja, ik vind het leuk zo. Het is een beetje zo. Het is een beetje getrouwd koppeltje, vind ik het. Ja, vind ik ook. Ik vind het ook leuk. Allebei wat donker haar. Ja, dat horen wij ook vaker. Ja, dan die. Oké, allemaal onderwerpen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig hoor. Zeg maar, op de set dan zoen je met elkaar zo. En hoe is dat dan achteraf? Is dat dan awkward of. Of doe je het nu soms ook nog wel eens even tussendoor? Ik dacht dat het misschien wel heel ongemakkelijk zou gaan worden, maar dat was dus helemaal niet. Dat was helemaal niet zo. Nee. Nee, ik vond het ook niet heel. Heb je een vriendinnetje? Nee. Nee? En heb jij een vriendje? Nee. Ze zitten wel te giechelen. Ja, nou, we hier hebben het backstage even je spullen. Ik wil het helemaal weten. Zouden jullie daten met elkaar? Of hebben ze iets? Nee, we zijn echt vrienden. Daten met elkaar? Ja, gewoon iets. Zou jij met mij daten? Natuurlijk zou ik met je willen daten. Wow! Nou, ik ga het niet. Nee, ik ben een beetje verliefd in Massimo eigenlijk. Oh, echt? Oh, nee, echt? Ik trap ook wel in, laat maar. Oh, ja, volgens mij misschien wel hoor. Dat is wel heel serieus. Kijk haar lachen. Ze is wel echt wel. Heb je er close? Heb je er? Dit zijn de goede beelden hoor. Dit zijn de goede beelden. Nou, ga nog even niet weg, want we gaan straks nog wat leuks doen. Want we willen jullie pijngrens natuurlijk ook even uittesten. Ja. Ja, laten we wel even naar het item van Be Brave gaan, want Zaya die was er bij de persrelease van de eerste date. Ik zeg altijd, wat vind ik leuk op een eerste date? Nou, en dan zeg ik altijd, ik vind een strandwandeling of whatever, heel cliché, zulke dingen vind ik leuk. Volgens mij was mijn allereerste date dat ik gewoon iets had gedronken in een gezellig restaurantje. Als je nou de hele video wil zien, dan moet je even van de week Bart's Nieuw in de gaten houden, want dan doen we even een aparte upload. Maar dat was Zaya. Ja, maar er zitten nu ondertussen twee hele knappe meiden aan onze tafel. Melanie en Lisa, wat leuk dat jullie er zijn. Hoe gaat ie? Goed. Mooi. Ja, wat doen jullie allemaal nu? School. Ja, is het leuk? School of is het alleen maar saai? Nee, het is leuk. Het is wel leuk, maar het is een beetje lang. Weet je, ik kan jullie uit elkaar houden, maar Anouk zei laatst, hoe hou je ze nou uit elkaar? Hoe zijn jullie uit elkaar te houden? Nou, ik heb een moedervlek hier aan de linkerkant en die heb ik niet. Ja. En ik heb... dat is duidelijk. En ik heb een... Felicia de kaken meer, vind ik. Okay. Maar dan moeten we wel echt heel goed naar jullie kijken. En ik heb andere ogen dan wel. Nou heeft Chinese ogen. Vind ik. Hebben jullie ook een Chinese vader dan? Nee. Nee. Wat vind je ervan dat ze dat zegt?
Nou, ik heb gehoord best wel vaak eigenlijk. Ja, dus. Ja. Ja, ze heeft Chinese ogen, dus... Zijn jullie wel lief voor elkaar? Ja. Maken jullie heel veel ruzie? Jullie maken ruzie, hè? Elke dag! We hebben elke dag wel één keer ruzie. Ja. Maar waarom dan? Ik denk 3 keer op een dag. Nou kijk, ik bijvoorbeeld, dan koop bijvoorbeeld kleren. En dan, zij koopt dan zeg maar niet kleren die ik leuk vind en dan trekt ze mijn kleren aan. En dan, ja, dan gaat het al mijn geld, zeg maar. Ja, ja, dat snap ik dan wel. Dus jullie jatten dus wel echt kleren van elkaar. Ja. En dan vertellen jullie het elkaar niet. Girls what problems zijn. Daar zijn we kanaal op gestart. Maar komt het misschien ook omdat jullie gewoon altijd elke dag met elkaar opgescheept zitten? Want we hebben een kamer samen, die we nu helemaal gaan verbouwen. Oh ja, ze slapen samen op één kamer. Wow. Ja, vannacht was onze laatste dag in het stapelbed. Ja, maar hoe wil je dat dan straks doen met vriendjes en zo? Ik heb ze al. Lisa heeft een vriendje. Maar hoe dan? Dan slaap jij met Lisa slaapt altijd bij de vriendjes. Die slaapt gewoon niet bij mij. Ja, op die manier. Ik ben gewoon altijd weg. Ik ben bijna nooit thuis. Nee. Ja. Nou, ik zou zeggen, laten we lekker Gijs en Suzanne erbij halen, want we hebben een heerlijke challenge voor jullie bedacht. Hey. Ik kan deze lieve leuke gasten natuurlijk niet weg laten gaan naar huis zonder dat ze een heerlijke challenge met ons gedaan hebben. Dus Nanner, kom maar even bij. Wij hebben 4 t-shirts in de vriezer gelegd. Ze krijgen allemaal een t-shirt en het gaat erom wie Stien dit eerste uit elkaar heeft, plus aangetrokken heeft, die heeft gewonnen. En we beginnen nu! Succes! Ga je stappen! Kom op! Hoe krijg je dit los? Oh, jeetje! De prijsstelling heeft echt een hele. Ja, dat is wel ver. Oh. Kom op, Gijs, laat een beetje je man lekker zien. Kom, we gaan binnen. Even hier ik weet niet eens hoe de dik zit, doe. Maar dit is een heel stuk. Oh! Mag ik nog aangetrekken? Is het goed? Dit stuk krijg ik niet. Kom hier. Oh, zo. Ik heb een ander stukje. Gijs, ja, dat kan niet. De video van vorige week vind je hiernaast. Toen waren Dave en Sophie te gast. Dus check even die video. Druk even op die dikke duim omhoog als je vindt dat ze ballen hadden en dat ze het goed hebben gedaan. En ik ben heel benieuwd, jongens. Zijn jullie al naar pijnstillers geweest? Laat even weten hieronder. En dan zien we je gewoon weer volgende week om 9 uur. Top. Yes! Water!